Hierachter vindt de uitreiking van de verkiezing der verkiezingen plaats. De Mama of the Year Award. Met andere woorden, alleen maar rotmama's. Prosecco? Lekker. Dankjewel. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Zo, die zit binnen. Ik neem er nog één hoor. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Dankjewel. Even de hoogtepunten. De politieke mama van dit jaar wordt nu bekendgemaakt. Ik schat toch de meeste kansen in van Lutz Jacobi. Als het saai wordt, huur je gewoon een nicht in. Wordt het altijd gezellig. Tijd voor een borrel. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Gefeliciteerd. Wat zeg je? Gaat drank. En nou? Wil je ook even? Ja, kan oh, niet. Dat is alcohol. Er komt een voetbalvraag. Wat gaat er nu door je heen? Ik ben er echt heel blij mee. Wij missen wat categorieën. Nou. Bijstandsmoeder van het jaar. Ja, vind ik een goeie. Kan. Ja, past niet echt in het magazine, toch? Ja. Bijstandsmoeder, ja, die heb je ook, klopt. Maar die categorie is er niet. Nee, op een gegeven moment moet je keuzes maken, snap je? Ja. Ben je voor? Ja, ja, want die moeten het ook met heel weinig doen. Bijstandsmoeder van het jaar. Dus het zou kunnen, maar dan kunnen we nog eentje verder gaan, denk ik. Kom maar. Bijstandsmoeder van het jaar. Weet je hoe zwaar die is, hè? Ja, dat geloof ik meteen. Maar dat is niet het blad zeg maar, wat wij maken. Milf van het jaar? Nemen. Milf. Nou, die wil ik dan wel weer winnen. Dat zou ook kunnen, ja. Voor een lekker wijf. Ja, geweldig. Ja, Helene van Rooyen. Patricia Pai in die categorie. Ja, de milf, ik vind het woord alleen al toch een beetje ordinair. Nee, ik vind het beslist niet ordinair. Milf. Mother, I like to fuck. Milf van het jaar. Ruik ik nog? Nee, ja, nu naar het. Naar pomp. Maar dan ruik jij ook. Ja. Zullen we even zoenen dan? Ruiken naar het pompje. Maar nu allebei hetzelfde. Want ik heb jou geroken.